Goedemorgen allemaal. Vandaag zijn we in Zeewolde, mijn woonplaats zeg maar. En vandaag zijn we hier om het atol te fotograferen. Het atol, dat is een zwemsteigertje, CQ-zwemgelegenheid, openluchtzwembadje, nou ja, hoe je het ook maar mag noemen. Het is hartstikke mooi aangelegd, het is helemaal rond. En voordat je de steiger betreedt, kom je eigenlijk allemaal palen tegen. Daar ga ik nu nog geen foto van maken, want ik ben al redelijk laat, zie je. Want ik zie dat de zon al lichtelijk op aan het komen is. Dus ik ga snel de steiger op en een compositie zoeken. En dan zie ik je daar weer terug. Ik heb hier zojuist mijn eerste compositie gevonden en ik ga gelijk eerst even een fotootje maken. Waarbij ik gebruik maak van een 1430, helemaal op 14 mm. Dus ik krijg zoveel mogelijk van deze ronding eigenlijk in beeld. En dat is ook de bedoeling. En wat ik probeer is om het zwemtrapje dat ik zie, om dat eigenlijk zoveel mogelijk in het midden te hebben. Naar de opening, zeg maar, richting het Wolderwijd. Dat is de plas die hierachter ligt, het Grote Meer. En op dit moment weet ik nog niet wat de zonsopkomst exact gaat doen. Of dat die mooi wordt of dat het een beetje tegen gaat vallen. Ik hoop dat het heel erg mooi wordt. Ik zie een hele lichte roze gloed. Dus ik hoop... echt fingers crossed dat het wat gaat worden. Verder gebruik ik nu op dit moment voor deze allereerste foto, maar dat gaat misschien nog wel veranderen. Maar nu F11 ISO 64 en een sluitertijd van 1,3 seconden. En ik heb er geen filters op geplaatst op dit moment. Nog niet. Dat ga ik waarschijnlijk zo direct wel doen. En ik heb nu in ieder geval een proefopname. Ik hoop dat die al heel erg mooi wordt. Daar lijkt het wel op. Even kijken of dat alles inderdaad is zoals ik graag zou willen. Ja, ik ga voor deze eerste foto toch een filter pakken. In ieder geval ga ik pakken een polarisatiefilter. En waarom pak ik nu een polarisatiefilter? Ja, dat gebruik ik natuurlijk vooral om de schittering tegen te gaan van het water dat je hier een stukje verderop ziet. En daarnaast heeft een polarisatiefilter
ook nog als voordeel dat het een beetje de kleuren aanzet, dat het contrast aanzet, waardoor alles net even, ja, iets meer gestoken scherp over lijkt te komen. En mogelijk dat ik ook nog een 3-stops of een 6-stops filter ga gebruiken. Grijs filter dan wel te verstaan. Laat ik eerst even deze foto maken. F11 1,6 seconden. Ja, er is op dit moment niet heel veel bewolking. Dat had ik eigenlijk wel verwacht, want mijn app die ik gebruik, dat is een weerapp. Daarop kan ik uitstekend zien wat het weer natuurlijk gaat worden. Maar het grote voordeel van die app, ja, die is eigenlijk gewoon dat ik precies kan zien van hoe laat tot hoe laat ik iets kan verwachten. En het allermooiste aan de app is dat je ook meteogrammen kunt zien, waarop je dan exact kunt zien, ja, wat de bewolking gaat worden. En vandaag zitten we daar. Dus ja, geen bewolking, hoge bewolking. Het zou eigenlijk wat mistig moeten zijn. Nou, dat is het absoluut niet. Dus die pech hebben we sowieso. Maar dat geeft niet. We krijgen een hele lichte roze gloed op dit moment. De zon is nog niet op. Die komt om over een kwartiertje op. Het is nu 6:10. En de zon die komt op om 6:03, geloof ik. Nou, ik heb zojuist een 6-stops filter erbij geplaatst. Dat betekent dat wanneer ik op mijn app kijk, van 1 seconde doorga naar, met een 6-stops filter. Van 1 seconde wordt dus 1 minuut. Dus ik heb mijn camera ingesteld nu op 1 minuut. En dan maak ik de foto. Dan moeten we natuurlijk een minuutje wachten. Waarom plaats ik er nu een 6-stops filter op? Ik had natuurlijk ook veel korter kunnen doen. Maar in het zwembadje of in de zwempool hier zwemmen ook nog allerlei zwanen en eenden rond. En eigenlijk wil ik die liever niet op de foto krijgen. En door nu een net iets langere sluitertijd te krijgen en dus geen 3-stops filter te plaatsen, maar een 6-stops filter, weet ik eigenlijk vrij zeker, ja, dat die zwanen en die eenden eigenlijk niet op de foto zullen komen. Want een minuut is best lang. Bovendien krijg ik natuurlijk daardoor echt een compleet vlak oppervlak. Ja, en dat past wel bij het serene wat ik hier nu zie. Nou, welke filters heb je dus nodig? Ik had het net al over het polarisatiefilter. Maar eigenlijk zijn er nog 3 andere filters die je nodig hebt. Dat is een 3-stops grijsfilter, een 6-stops grijsfilter en een 10-stops grijsfilter. En dan zijn er mensen die zullen zeggen van, ja, maar hoe zit het dan met een grijs verloopfilter? Ja, mijn persoonlijke mening, en daar hoef je het dus absoluut niet mee eens te zijn. Sterker nog, ik zou het helemaal niet erg vinden als je het er niet mee eens bent. Is dat je die niet meer nodig hebt. Je camera is tegenwoordig zo goed en het dynamisch bereik is zo gigantisch groot dat je of via exposure blending, dus dat je 2 opnames over elkaar legt waarbij je, zeg maar, de lucht en de voorgrond, ja, in elkaar mengt, kunt gebruiken als techniek. Of je kunt bracketing gebruiken waarbij je een belichtingstrap maakt. Of je kunt natuurlijk gewoon gebruik maken van 1 foto en daarbij eigenlijk gewoon die belicht voor de lucht natuurlijk, hè, want ja, die mag niet overbelicht raken. En dan die ondergrond, het landstukje, zeg maar, dat je die dan ophaalt, ja, in je RAW-bewerker, in Capture One of in Lightroom, wat je ook maar gebruikt. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal mogelijkheden die je tegenwoordig tot je beschikking hebt staan. En waarvan ik dus zeg, ja, dat grijsfilter, hartstikke mooi. Maar heel hard nodig? Mwah. Niet echt. Ik ga trouwens nu heel snel een foto maken, want ik zie dat de lucht een klein beetje roze gekleurd. En dat ziet er natuurlijk wel gewoon hartstikke mooi uit.
dan ben ik voor deze locatie klaar, althans voor dit stukje en deze foto. Ik denk dat ik daar bij de andere trapjes ook nog even een andere foto ga maken. Maar deze foto ga je zeker zien. Verder ga ik hier nu nog voor een klassieker. Ik ben hier op een nieuw plekje aangekomen. Waarbij ik gebruik maak van de duikplankjes, stijgertjes. Hoe heten die dingen eigenlijk? Ik heb geen idee hoe die dingen heten. En die staan er in lijn, 4 stuks. En eigenlijk pak ik de eerste als anker en leid ik je met eigenlijk zo door de foto heen, waarbij de ronding van van de hele steiger ook nog eens een keer heel goed zichtbaar is. Ook hier heb ik weer een sluitertijd gebruikt van 1 minuut, omdat het licht eigenlijk nog nauwelijks is veranderd. Diafragma F11 en een ISO van 64. Je gaat zwemmen? Ja. Oh, lekker fris. Is die nog koud dan? Jawel, maar... Graadje of 10 denk ik, of niet? Wat? Graadje of 10 denk ik. Gaan we nog denk ik. Echt waar? Ja. Oeh. Geef het je te doen. Extra compositie gevonden, was eigenlijk niet van plan om die foto te maken, maar omdat de zon nu extra mooi opkomt en net achter de wolken komt, heb ik hier nog een foto van een zwemtrapje aan de rechterkant en de ronding van de steiger zeg maar zo helemaal mee. Die ga ik nu snel maken, want anders wordt het direct al snel te licht en dat is niet de bedoeling. Ik weet zo even niet wat de sluitertijd en het diafragma was, heb ik even niet op gelet. Ga ik in de foto erbij zetten, goed? Ik ben hier dus bij mijn derde compositie. Wat ik aan het fotograferen ben is een zwemtrapje en precies tussen het zwemtrapje in, tussen de twee spaken zeg maar waar je je aan kunt optrekken, staat nu de zon. Ik moet natuurlijk wel heel erg opschieten, want de zon die gaat steeds hoger staan, wordt natuurlijk steeds feller en dat maakt het niet makkelijker omdat het natuurlijk steeds meer tegenlichtopname wordt. En omdat ik het licht moet balanceren, moet ik rekening houden met en de lucht en natuurlijk de voorgrond. En dat maakt het natuurlijk niet echt makkelijker. Maar ik denk dat de foto zo wel gelukt is. Ik gebruik nu op dit moment alsnog een sluitertijd van 10 seconden, F11 en een ISO-waarde van 64. En ik denk dat de foto wel is gelukt. Laatste foto van vandaag. Zoals je vanochtend al hebt kunnen zien en wat ik al had verteld is dat de steiger zeg maar naar het atol toe, ja dat bestaat uit allemaal palen en het leek mij leuk om die foto ook te maken waarbij zeg maar
in de foto geleid wordt door de palen. En waarbij je aan de linker en de rechterkant eigenlijk goed kunt zien dat het atol ook echt aanwezig is. En dat je al die zwemtrapjes hebt en zo. Nu is het licht al behoorlijk hard, zoals je misschien ziet. En dat betekent dus dat ik in ieder geval moet gaan bracketen. Want ik moet ook recht tegen de zon in fotograferen. Maar dat is in ieder geval wat ik ga doen. Ik ga de foto bracketen. En daarmee maak ik nu de laatste foto. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Als dat zo is, geef me alsjeblieft een duim omhoog. Dan help je me. Heb je vragen? Zet ze in de comments. Wil je graag iets zien? Zet ze in de comments. Heb je suggesties? Zet ze in de comments. Ik wil graag die interactie loskrijgen. En daar heb ik jullie voor nodig. Graag tot de volgende keer en tot ziens, hè. Doeg!